Chris van Antwerpen van Grafisch Bedrijf Goes, ook wel GBG genoemd in de volksmond. Wij zijn een traditioneel drukkerij gestart in 1977, eigenlijk vanaf een zolderkamer. Uiteindelijk zijn we doorgegroeid naar een bedrijf waar we ook seiningen zijn gaan produceren. En vanuit de seining is eigenlijk, mede door het groot formaat wat we daarvoor nodig hadden, ook onze cartonnage- en verpakkingafdeling gestart. Wij hebben als bedrijf de mogelijkheid gekregen om met de Q-Line en BAS 180 te kunnen starten. Om ook als eerste bedrijf met een wereldprimeur de markt in te kunnen gaan. De grootste uitdaging die we met de Q-Line met BAS 180 hebben kunnen oplossen is sowieso de ruimte. Want de Q-Line kan ongeveer 4 keer zoveel verwerken als de D3. Dus dat betekent eigenlijk dat ik 3 of 4 D3's zou moeten hebben voor dezelfde output. Wij gebruiken de Q-Line eigenlijk puur en alleen voor golfkarton en honingraatkarton. De grote voordelen daarvan zijn 1. Hij heeft veel meer rildruk. De kwaliteit van de Q-Line ligt vele malen hoger. Je komt echt veel dichter in de buurt van het stansen. Dus ook in je vervolgproces is dat belangrijk. Want de onderdelen die uiteindelijk gesneden zijn en uit de vellen gehaald moeten worden, die vallen er ook veel makkelijker uit. Dus dat gaat ook veel sneller. Maar op hoge snelheid kunnen snijden, vervolgens een bocht draaien zonder dat die uit de bocht vliegt, dat is echt wel de kracht van de Q-Line. Dus je constante productie ligt ook op een hoger niveau. Daarnaast hebben we de BAS 180 natuurlijk. We kunnen grote stapels pakken, verschillende diktes golfkarton tegelijk in één order verwerken. En deze ook gedurende de nacht automatisch door laten lopen. Op het moment dat er een mes versleten of gebroken is, dan zal de Q-Line automatisch de hele tool verwisselen, zodat we ook 's nachts geen stilstand hebben en dat de volgende morgen de hele order gewoon helemaal gereed en wel klaar en gesneden verwerkt kan worden. De impact die deze machine op het bedrijf heeft is eigenlijk heel erg groot. Want we kunnen zoveel meer aan dat we ook klanten daarop kunnen aanspreken, dat we ook grotere orders aan kunnen nemen. Grotere orders juist met heel veel onderdelen waar of dat we dan korte runs hebben waar uiteindelijk volume uitkomt. Dat trekt voor ons wel nieuwe klanten aan. Dus betekent ook veel meer omzet kunnen genereren op jaarbasis.